De infiltratie van de tenniselleboog of epicondylitis lateralis. Of beter nog, tendinosis lateralis. Op het skeletmodel kan ik hier aantonen dat onze infiltratie zich moet bevinden ter hoogte van de tenoperiostale insertie op de laterale epicondylis. Met andere woorden, hier op deze bendige structuur, distaal en anterieur van de laterale epicondylus. Het is daar dat we onze naald tot tegen het bot telkens gaan brengen en kegelvormig gaan infiltreren. Telkens door een druppeltje kortcoïde en lokaal anestheticum achter te laten tegen het bot. Als we dit doen op ons fantoom zet ik mijn duim op de zeer gevoelige laterale epicondylus. En ga ik in de lengte richting van de extensor carpi radialis brevis met mijn naald, ongeveer een centimeter distaal van de laterale epicondylus, de huid perforeren. En dan richting de basis van mijn duim naar het bot van de laterale epicondylus puncteren. Daar ga ik een druppeltje achterlaten. Ik trek terug. En opnieuw raak ik het bot en geef een druppeltje trek terug en ga hier meer opnieuw het bot raken en een druppeltje kortkwieden met lokaal anestheticum leggen. Op die manier hebben we een kegelvormige injectie waarbij we de basis van de kegel eigenlijk telkens een druppeltje preparaat geven voor deze tennisellenboog. Voor de Mediale epicondylitis of de golferselleboog, gaan we een gelijkaardige infiltratie als de tenniscelboog doen, maar natuurlijk dan droogte van de mediale epicondyl. Als we hier op ons skelet kijken, is het de bedoeling dat ik hier anterieur van de mediale epicondylis infiltreer, droogte van de insertie van de common flexorgroep. Rekening houdt natuurlijk met het feit dat hierachter de nervus ulnaris loopt. En we dus zeker niet met onze naald willen perforeren tot in de nervus ulnaris. Maar wel opnieuw een kegelvormige infiltratie geven in deze bezige insertie met de bedoeling vooral tenoperiostaal, onze cortquide-preparaat, met lokaal anestheticum toe te dienen net tegen het bot. Als we gaan kijken naar onze fantoom die we omdraaien. Zien we nu aan de mediale zijde van de elleboog eveneens hier de prominentie van de mediale epicondylus, die drukgevoelig is. We appreciëren dat daarachter de nervus ulnaris loopt. Met onze duim op de mediale epicondylus komen we met onze naald redelijk schuin, vanaf 30 graden opzicht van de huid, naar onze epicondylus. We gaan tot tegen het bot om dan een beetje kortkwiede en lokaal anestheticum toe te dienen. Terug te trekken en opnieuw het bot te raken en zo kegelvormig telkens aan de basis van deze pesing-insertie een druppeltje kortkwiede preparaat met anestheticum te leggen. Opnieuw vermijdend dat ik te veel naar achter zou injecteren richting nervus ulnaris.